Allemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jullie weten natuurlijk dat ik ziek ben geweest. Ik ben nog een beetje ziek, maar ik ga gewoon weer naar school vanaf morgen. Ik heb vandaag een video waarin ik jullie 10 tips geef. Of 11 tips, I don't know. Ik heb haar opgeschreven, 10 als het goed is. Die ik jullie mee wil geven als jullie eens een keer ziek zijn. En ja, je verveelt je of in elk geval het goed is om te doen als je ziek bent. Wat ik uit mezelf heb gemerkt. Dus laten we gewoon mooi gaan beginnen. En dan... heb ik ook weer een video klaar. Tip nummer 1 is slaap veel. Het is niet zo dat je echt constant moet slapen of zo. Maar meestal als je ziek bent merk je aan jezelf wel dat je best wel moe bent. En sloom en heel loom. En je kan alleen maar hangen eigenlijk en je wil niks. Ga dan slapen. Want dat helpt ook heel veel. Als je, vooral als je hoofdpijn hebt. Als je dan even geslapen hebt. Heeft je lichaam rust gehad. Je hebt nergens aan kunnen denken, je hebt niks gedaan. Dus nou, dan komt je hele lichaam en je hele gedachten komen helemaal tot rust. En dan word je ook veel sneller beter. Tip 2 is vraag of je vrienden langskomen. Heel veel mensen zeggen, als je ziek bent heb je geen zin in vrienden. En je gaat niet naar buiten en je gaat niet met vrienden afspreken. Want je bent ziek en je kan ook niet naar school. Maar vraag gewoon of vrienden bij je langskomen. Je hoeft ook niet, als je heel ziek bent, ga niet naar buiten. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb meer dan 2 weken zo'n beetje binnen gezeten. Maar... ik heb ongeveer 2 weken binnen gezeten. Alleen, vraag gewoon of vrienden bij jou langskomen. Ik heb ook 1 of 2 keer bezoek gehad. Volgens mij 1 keer. 2 keer. Ik weet niet, ongeveer zoiets. Dus ja, en natuurlijk, ik kreeg wel reacties van... Ik dacht dat je ziek was, maar je gaat wel met vrienden wat doen. Ja, als ik wat doe, wat ik leuk vind met vrienden... Dan voel ik me vrolijker, dan voel ik me fitter. Dus dan... Dan kan je energie die je dan al hebt, kan je een beetje kwijt. Dus ja, ga gewoon vragen of vrienden langskomen. Of dat ze wat willen doen of zo in het weekend. Dat kan je altijd vragen. Tip 3 is als je je verveelt, ga films kijken. Ik heb ook 1000 films gekeken. Ook films die ik al 1000 keer heb gezien. Ik heb ze gewoon allemaal weer gekeken. En het vermaakt me gewoon nog steeds. Ik heb Twilight Saga gezien. Ik heb Narnia gezien. Ik heb... een film over wolven gezien. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Nou, laat maar. Het ging over in ieder geval 4 mensen. Die waren in een of ander verlaten iets of zo. En de eerste die doodging, die was hier helemaal open gebeten door een wolf. En blablabla. Dat was wel hilarisch op zich. En de tweede die doodging, dat was een vriendje van iemand. Werd gewoon helemaal stuk gescheurd. Nou, en dan de laatste 2. Dat was een jongen die dat meisje eigenlijk al leuk vond. Maar ja, die had een vriendje. Maar aangezien dat vriendje dood was, bleef zij dus samen over. En ze overleefden het gelukkig. Dus, dat was wel een leuke film. Tip 4 is drink veel. Namelijk als je veel... Ja, je kan veel sinaasappelsap drinken of water. Want als je raya drinkt... Dan ga je heel erg slijmen. Dus als je zelf op dezelfde manier ziek bent als ik. Ga dan geen raya drinken. Of iets met suiker erin of zo. Maar drink gewoon water. Of sinaasappelsap. Of iets van sap. Want dat reinigt ook je hele lichaam. Vooral water. Ik heb niet veel water gedronken. Omdat ik krijg dat gewoon niet weg. En wanneer als ik ziek ben. Want ik heb een hekel aan water. Nou, ik vind het wel lekker. Maar er moet wel iets van raya of iets aan zitten. Maar ja, drink gewoon vooral veel water. Of thee. Ik heb veel thee gedronken. Dat helpt ook heel goed. Dus dat is gewoon ook een tip. Tip 5 is ga spelletjes doen. Ik heb toen ik ziek was heel veel spelletjes gedaan met mijn moeder. Ik heb gesjoeld. Ik heb Uno gespeeld. Ik heb Boggel gespeeld. Dat kent ook iedereen wel, denk ik. Nou, ik heb heel veel spelletjes gedaan. Laat ik het daarbij houden. En dat vermaakte me wel. Anders hang je maar op de bank. En na de dagen dat mijn moeder dus vrij was, heb ik gewoon spelletjes met haar gedaan. Sorry trouwens dat dit overbelicht is, maar de zon die schijnt hier heel vervelend. Ik kan nergens goed zitten om te filmen, dus dit valt eigenlijk helemaal weg. Oké, whatever. Ga de spelletjes doen. Dat is altijd fijn om te doen. Goed, tip 6 is refresh je hele telefoon. Maak alles schoon. Gooi de foto's eruit. Gooi foto's eruit die je niet meer, die je gewoon weg wil hebben. Moet ik nog steeds doen. Maar gooi de foto's eruit die je er niet meer op wil hebben. Ververs je hele Insta. Haal foto's eraf die je er niet meer op wil hebben. Gooi mensen van WhatsApp waarmee je niet praat. Weet je, dat soort dingen. Ga dat lekker zitten doen. Heb ik ook een hele dag zitten doen toen ik alleen thuis was. Dus dat vermaak je ook wel. En je hebt gewoon een frisse telefoon. Je blokkeert iedereen die je bezorgen aan je kop
krijgt. Nou, dat heb ik ook heel erg de laatste tijd. Dus al de meeste mensen daarvan, die zijn gewoon al weg. Daar heb ik gewoon geblokkeerd en gewoon eraf gegooid. Daar heb ik geen zin in. Dus ga dat lekker doen, weet je wel. Dan heb je ook even wat te doen. En dan denk je, hè, al die kutmensen zijn weg. Yes, eindelijk. Tenminste, zo'n gevoel had ik tenminste. Ik ben wel echt na 3 uur, 4 uur, 5 uur bezig geweest of zo. Maar ik was uiteindelijk wel bijna klaar. Tip 7. Nou ja, ga lekker douchen of in bad. Sowieso. Kijk, als je ziek bent, sowieso dat je elke dag even moet douchen. Want dan knap je gewoon al wat van op. Maar ga lekker in bad of douchen. Nou, ik kan niet heel lang in bad. Want ik ben van mezelf heel warm. Ik klaag wel altijd dat ik het koud heb en dan heb ik het ook koud. Maar ik ben van mezelf echt onwijs warm. Dus op het moment dat ik altijd uit bad kom, dan word ik altijd duizelig. En dan draait alles en dan val ik altijd flauw, zeg maar. Het is nog nooit gebeurd dat ik echt helemaal weg ben gevallen. Maar wel dat ik gewoon letterlijk omviel tegen de muur aan en op de grond belandde. Dat gebeurt me eigenlijk elke keer als ik in bad zit wel. Dus als je er wel tegen kan, ga lekker in bad. En anders ga gewoon lekker douchen. Ik had met douchen zelfs al moeite toen ik ziek was. Want ik werd toen al duizelig. Dus ik ging gewoon lekker snel onder de douche. En ik was weer wat fitter. Goed, tip 8. Trek geregeld schone kleding aan. Ik ken het dat je de neiging hebt. Helemaal als je echt en goed ziek bent. Heb je geen zin om je uit te kleden. Weer andere kleren aan te doen. Ik snap dat gevoel. Ik heb het ook heel erg gehad. Maar echt trek schone kleren aan. Want als je ziek bent. Al die bacillen die je uithoest. Of die op je lichaam zitten. Weet je. Het komt allemaal op je kleding. En als je de kleding steeds maar weer. Als je die kleding 3 dagen draagt of zo. Omdat je te lui bent. Of 2 dagen draagt. Word je er niet echt beter op. Dus ik heb wel elke dag schone kleding gedaan. Nou, een joggingbroek droeg ik dan 2 dagen of zo. Hooguit 3. En dan heb ik weer een schone aan. Nou, en elke dag een schone t-shirt of iets. Of eens in de 2 dagen. Maar ik heb wel geregeld schone kleding aan. Dat doe ik sowieso wel. Dus ik ben ook niet super vaak ziek. Maar als ik ziek ben, ben ik ook echt goed ziek. Dus gewoon een tip. Tip 9 is eet veel fruit. Ik heb geen enkel stuk fruit gegeten. Dat is niet waar. Ik heb wel fruit gegeten. Maar eet gewoon sowieso 1 stuk fruit per dag. Want fruit zit vitamines in. En ik eet nooit fruit. Nooit. Omdat ik het. Ik vind het. Het is wel dat ik het lekker vind. Maar wij hebben altijd. Of bananen thuis. Of druiven thuis. Maar daar heb ik nooit zin in. Dus. En ik heb nooit echt zin om altijd een sinaasappel te pellen. Daar heb ik geen geduld voor. Maar. Ja, dat is gewoon een tip. Eet wel geregeld fruit. Dus. Want. Nou, ik eet dus bijna nooit fruit. En ik had een sinaasappel gehad. En ik voelde in 1 keer. In mijn hoofd werd warm. Nou, en dat betekent dat dan dat je dus, je krijgt heel weinig vitamines binnen normaal. En je eet in 1 keer veel vitamines in 1 keer. Want in fruit zit veel. Ja, dan is het in 1 keer, oké, het komt aan, zeg maar. En de laatste tip is, als vrienden niet kunnen komen, app met vrienden. App met vriendinnen, app met je vriendje als je die hebt. Nou, daar krijg je hier nog een hele uitleg over in een andere video. Misschien over een maandje of zo. Ik laat het eens even rusten. Maar oké. App met je vriendje, vriendinnen, gewoon normale vrienden, zeg maar. Of bel met ze, dat is nog leuker. Ga met ze op Skype of bel gewoon met een van je vrienden. En vermaak je gewoon met z'n 2 aan de telefoon. Ga lekker lachen, ga moppen voorlezen, ga dit doen, ga dat doen, weet ik veel. Als ze niet willen langskomen of als ze niet kunnen langskomen. Of als je toch geen zin hebt omdat ze langskomen, maar je wil wel met je vrienden contact hebben. En in plaats van appen, liever bellen. Bel ze dan of app met je vrienden. Heb ik ook gedaan. Ik heb, nou ja, mijn moeder die zeurt dan elke keer van, hé, je bent ziek, dus je zit wel constant op app. En ja, maar, hallo, als je ziek bent, dan kan je wel appen hoor. Mijn vingers die zijn niet ziek, mijn hele lichaam is ziek. Dus ik heb nog wel de kracht om even wat te typen, weet je wel. En ja, dat ik 24/7 als ik ziek ben nog op mijn telefoon zit. Ja, sorry, maar wat moet ik anders doen? Ik heb niks anders te doen. Ja, je huiswerk maken, maar ja, als huiswerk of niet in magister wordt gezet. Of je krijgt het niet door van klasgenoten of zoiets. Ja, sorry, maar wat moet ik dan maken? Als ik niet weet waar we zijn, als ik niet weet wat we moeten doen. Helemaal met zorg en welzijn is dat zo. Want ik weet nu wel dat ik op mijn donder ga krijgen. Van, je hebt dit niet gedaan, dat niet gedaan. Ja, sorry, maar ik krijg van niemand wat te horen. En ik heb geen zin om erachteraan te gaan. Als ik ziek ben, ben ik ziek. Heb ik geen zin om mensen dingen te moeten gaan vragen. Want ik wil eigenlijk altijd alles al zelf doen. Zo ben ik altijd al geweest. Maar als ik ziek ben, helemaal.
Weet je, en dan heb ik zoiets, joh, vertel me gewoon uit jezelf even wat we moeten doen. Dan maak ik het wel. Maar ik ga niet achter jouw kont aan zitten. Ook al is het goed voor mezelf. Want het is natuurlijk wel voor mijn laatste, ja, voor mijn laatste jaar. Maar daar ben ik gewoon te lui om als ik ziek ben. Dus ja, gewoon een tip. App gewoon lekker met vrienden. Of vraag of vrienden langskomen om het huiswerk met je te bespreken. Of om een toets met je te bespreken. Want ik heb morgen een toets. Zag ik ook pas gisteren. Dus ik moet vanavond nog wel even gaan leren voor bio. En ik moet ook nog toetsen inhalen. 2 volgens mij. Alleen, ja, dat zijn gewoon mijn 10 beste tips die ik je kan geven. Dat is mijn gouden tip. Ga gewoon leuke dingen doen met vrienden. Ook al ben je ziek, ga naar de bios. Je zit toch binnen, je bent niet buiten, dus je kan niet nog zieker worden. Of ga nou, bij jezelf, bij je eigen huis, ga een filmavondje houden. Ga vragen of vrienden naar Schotland langskomen om lekker gezellig te praten of zo. Weet ik veel wat, om een film te kijken. Ga gewoon leuke dingen doen. Want zodra je leuke dingen doet, zul je merken, hé, mijn gedachten staan ergens anders op. En dan voel je je goed. Dat heb ik tenminste wel gehad. Ik voelde me goed toen ik iets aan het doen was. En zodra je niks doet en je zit op de bank en je staat wat voor je uit en je zit wat op je telefoon, dan begin ik me alweer ellendig te voelen. Dus ja, ik voel me sowieso de afgelopen dagen weer ellendig. Een soort van depressieachtig iets zit ik in, zodra ik alleen ben. Ik weet niet wat het is, maar ja, het is gewoon weer terug. Alleen, ja, dat zijn gewoon mijn tips, weet je. Dus wat ik heb opgeschreven kan lekker weg. Ja, ik moet het altijd opschrijven, anders vergeet ik het. Maar goed, ja, dat zijn mijn tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Voor als je ziek bent, ja, ik zie er niet uit. Ik moet steeds douchen. Nou ja, oké, maakt niet uit. Oké, het is nog vroeg. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Doe ook een duimpje omhoog als jij of de volgende video of nou, over een maand. Laat me gewoon achter. Wanneer jullie even willen weten hoe de shit bij mij in mijn hoofd en bij mij in mijn omgeving zit. Willen werken. Want ik weet dat heel veel mensen dit heel graag willen weten. Wat ik weet, dat willen mensen heel graag weten. Dat weet ik nu al. Maar dat is aan jullie. Laat even achter wanneer je die video zou willen zien. Of dat je er überhaupt een video van wil zien. Laat dat gewoon even hier beneden achter. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Abonneer als je nieuw bent op dit kanaal. En ja, dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!